Oh my god. Ik wil die. Goedemorgen en welkom bij een nieuwe vlog. Vandaag zijn we zondag. Deze morgen heb ik enkele leuke blogberichtjes geschreven. Maar het is nu 11:26 en ik merk dat ik op een punt zit als ik me nu ga forceren om verder dingen te doen. Dat ik toch de hele tijd door Facebook en Instagram en Twitter en zo zelfs blijven scrollen. Dus ik heb besloten om een mini wandeling te doen. Oh my god. Ik wil die. Poging 1. Yes! Oh my god. Ik heb een Luglia. Oh, hier ben ik zo blij. Ik ben zo blij dat ik mijn field research heb afgewerkt. Ik heb blijkbaar nog iets afgewerkt. Nu krijg je Spooky. Goedemiddag. Na mijn wandeling heb ik koud gegeten. Gewoon boterhammetjes. En daarna ben ik begonnen met het editen van vlogs. Vlogs die ik eigenlijk al lang geëdit zou moeten hebben. En nu ga ik een video opnemen voordat het donker begint te worden. Ik heb ook twee rijstwafels gegeten net. Hallo, ik was dus vlogs aan het editen, maar ik heb zo het gevoel dat mijn computer het eventjes niet meer aan kan. Hallo, het is 4:30 denk ik. Ja, 4:30. Al mijn vlogs zijn geëdit, eindelijk. En nu ga ik koken. Een beetje voorkoken. Mijn vers gemaakte saus. Dit deed ik met volkorenpasta. En hier staat mijn soep te koken. Het is ondertussen al een stuk later op de avond. Ik ga nu kijken om een doos te vinden om mijn vlogcamera in te versturen. Want die moet gerepareerd worden. Daardoor ga ik hem een heel eindje kwijt zijn. Dus dat is een beetje ambtant. Maar het komt goed. Het komt allemaal goed. Zo, hier moet je in. Mijn lieve camera. Ik hoop dat je heel goed terugkomt. En ik ga dan ook hier de vlog afsluiten. Want zonder camera kan ik niet meer vloggen. Dus bedankt voor het kijken. Vergeet je niet te abonneren hieronder. En dan zie ik jullie morgen weer. Doedels! Allee, morgen als deze camera er is. Maar in deze vlogschema. In dit vlogschema, want deze video's komen toch pas later online. Hallo, ik hoop dat ik scherp ben. Ik ben het niet volledig zeker. Maar mijn camera, als hij aan het scherpstellen is, maakt hij nog al veel lawaai en dan wou ik er eventjes niet bij. Ik heb dit video stukje erin gestopt omdat ik vandaag mijn statief heb ontvangen die ik heb gekocht. Ik had een nieuw iets minder lomp statief nodig, dus ik hoop dat dit statief iets minder lomp is dan hetgene dat ik nu heb. En mijn andere statief was ook te groot. En ik heb ook een kleiner statiefje, maar die is kapot. Dus met deze hoop ik de beide te vervangen. Dit is een Velbon statief. Ja, dit is al een stuk beter dan mijn huidige statief, want met mijn huidige statief kon ik dit echt niet doen.
nadeel is dat hij wel iets minder gewicht kan hebben dan mijn statief nu. Nu heb ik een Manfrotto statief. Ik ga hem straks even laten zien. Kijk, je kan hem heel gemakkelijk zo uitklippen. En ik denk dat je de camera dan hierop zet. Maar ik denk dat hij ook kan lukken als hij op mijn borst staat. Ik ga dat echt eens proberen. Een handig ding is ook dat je dit zo kan doen, wat dat heel handig is voor het maken van musical.ly's of TikToks. Uiteraard heb ik niet enkel op dat feit dit statief gekocht. Maar kijk, dit kan je er gewoon mee doen. Ik heb nogal de neiging om heel vaak mijn statief op mijn bureau te zetten. En die gaat dan ook. Dit is mijn vorige statief. Deze weegt een stuk meer. Dit is een Manfrotto statief. Deze kreeg ik ooit voor mijn kerstmis trouwens. En is een stuk zwaarder eigenlijk en romper dan het statief die ik nu heb gekocht. Dit statief werkte trouwens ook perfect. Dus ik ga kijken om het te verkopen. Dit weegt 2 kilo of 3 kilo of zo. Echt zwaar eigenlijk. Zo, dit was het klein stukje over mijn nieuw statief. Die ik in een vlog ga stoppen. Van een vlog die er nog aankomt. Momenteel zit ik zonder vlogcamera.